Hallo surfrentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Deze aflevering gaan wij de tweede eindbaas verslaan. Eerst waren wij tegen Robot Sandy en deze keer zullen wij vechten tegen Robot Patrick. En weet je wie de laatste baas is? Nou, heb je twee keuzes, drie keuzes misschien. Robot Meneer Krabs, Robot Octo en Robot SpongeBob. Dat zijn de meest logische dingen. De drie, als je gaat kijken naar de drie speelbare characters, is het redelijk logisch. De laatste vijand is Robot SpongeBob en daar zit je helemaal goed mee. Maar eerst... Well, we better figure something out, and pronto! Maybe that button on his back is a self-destruct. I'll get it. Good idea, SpongeBob, but it's time to stop yapping and get to it! Deze cutscene, SpongeBob pakt zijn bellenblaasding. En natuurlijk is de visserman er weer. En het komt dus op neer, deze robot heeft een bordje met schop mij op zijn rug. En hij trommelt de hele tijd op zijn buik. In principe is het best wel een kut eindbaas, vind ik persoonlijk. Wat hij eerst doet is deze kut aanval, waar hij een heleboel van die dingetjes gooit. En als je een dingetje geraakt wordt, dan gebeurt er wat. Dan stopt hij met aanvallen. En wat je eigenlijk moet doen is al die aanvallen ontwijken. Al die vliegende bolletjes, dat heel moeilijk is. En als je ze eenmaal allemaal ontweken hebt, ik ben trouwens weer geraakt, kutzooi. Tutu gaat mij helpen, echt als een dol naar beneden. Alleen zijn helft niet, dat is ongeveer het probleem. Als je door geen enkel van die groene dingetjes geraakt wordt, dan wordt hij moe en dan kun je hem op zijn rug trappen. Want hij heeft een heel leuk schop mij briefje op zijn rug. Waarschijnlijk stopt hij die moment. Stop! En daar ga je dan. Oké, nou. Ik ga ervoor. The robot has made himself dizzy. Oftewel, de robot maakt zichzelf duizelig. Nou, je moet mee oppassen is als hij dat balletje gooit, zo meteen. Als je op zo'n lopende band staat, dan heb je natuurlijk dubbele snelheid. Want je hebt de snelheid van de band en van jezelf en daardoor is het reek te doen. Die lopen in de banden. Ah, damn it, ik zag het al gebeuren. Dat ga ik nooit halen. Ja, die balletjes zijn gewoon heel irritant. Want het is heel moeilijk om te zien wanneer ze eraan komen. En ze zijn gewoon irritant. Ik zal met de band meegaan. In het geval dat hij dat dingetje gaat. Ja, kijk zo. Zo ontwijken we dat, Rick. In principe is een goede strategie voor die groene balletjes om gewoon een beetje opzij te gaan. Om een of andere reden, geen idee. Ik denk dat die balletjes zo berekend zijn dat als je stil blijft staan, je sowieso een hit krijgt. Je moet gewoon een beetje bewegen, zoals ik nu doe. En dan opeens, zonder enige moeite. The robot is down. Ik ben nog even aan het napraten wat die vis zegt. En als je heel oplettend bent, dan zie je, wow. Hij heeft 9 levens. Dat is best veel, Rick. Want jij hebt er pas 2 afgeslagen. Inderdaad. Dus, kijker, jij moet echt beter opletten. Geen idee waar, maar je let er goed op. Het zou verboden moeten worden. Hoe goed jij oplet, daar kan de rest van de wereld wel een voorbeeld aan nemen, eigenlijk. Dus gewoon wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, ga zo door met fantastisch opletten. En dan zie je ook waarschijnlijk, heb je nu door dat ik hem waarschijnlijk zijn derde klap ga geven, of niet dan? Oh, dat had je ook al door. Ik wil trouwens gaan praten over 2 dingen in deze video. Eerst even deze cutscene. Ik wil jullie een lesje geven. Over links en rechts. Dit is trouwens, het liedje dat je nu hoort is ook de tune van de vliegende Hollandse graf. Kerkhof, dat is een bepaalde wereld, die is best moeilijk. Texas style, bitch. En nu zijn wij Sandy. Ik vind deze ronde veel makkelijker, want nu kun je alle aanvallen ontwijken door dit te doen. Denk je ook al, waarom vallen die platformen daar? Nou, zo meteen komt er een hele dikke bak met Smurrie. En dan is die hit me dingen van hem zijn een stuk moeilijker te raken. Wat moet je dan doen? Ik had even dat je geraakt ging worden. Zo meteen zul je even aan zo'n touw moeten trekken, zoals dit is. En moet je even zorgen dat er zo'n blokje inderdaad bij hem valt. En anders, want dat gaat hij nu waarschijnlijk doen. Zo meteen trekt hij aan een douche. Dat is wat hij nu gaat doen. En loop ik vol met Smurrie. En dan kun je iets minder makkelijk op dat kick me bordje drukken. Oh ja, deze aanval is kut. Wat je dan moet doen, is een goed getimede. Hoppakee! Een goed getimede, hoppakee. Waar ik over wil praten is links en rechts. En dan bedoel ik in politiek. Wat is links en wat is rechts? Je hoort er heel vaak over. Geert Wilders is extreem rechts, hoor je wel eens. Of de mooie uitspraak van Rita Verdonk. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben recht door zee. Dat was Rita Verdonkje. Wat in principe ook heel waar is met D66, maar daar komen we zo meteen bij. Waar het in principe op neerkomt, hè? Als je echt even gewoon down to the basics wil. Links is in principe wat linkse partijen willen, een algemene mening van ongeveer wat links is, is rijkdom moet je verdelen. Eigenlijk het extreemste vorm van links zijn is eigenlijk het communisme. Waarin het communisme zegt eigenlijk dat iedereen al het geld moet ingeleverd worden en dan gelijk verdeeld worden over mensen. Dat is het communisme eigenlijk, hè. Dus er bestaan geen rijken, er bestaan geen armen. Iedereen is even rijk. En dat ben ik het totaal niet mee eens. Waarom niet? Nou, wie waren er in de tijd van communisme niet mee eens? De rijken. Dat bedoel ik niet meer zeggen dat ik rijk ben. Dat is natuurlijk logisch.
als je arm bent, of je hebt minder geld dan de gemiddelde persoon, dan zeg je, nou weet je, verdeel het geld maar, want dan word je er rijker op, hartstikke logisch. En de rijke mensen, die willen dat natuurlijk niet, want die gaan erop achteruit. Fucking logisch. Ik ben het er niet mee eens, omdat op het moment dat je iedereen gelijk gaat betalen. Stel, wij gaan iemand die bij de FOMA werkt, nou jullie kennen de FOMA, de Albert Heijn achter de kassa werkt. Ik heb zeker kijkers die dat doen, ik heb niks tegen hoor. Als je die hetzelfde loon betaalt als een open hartchirurg die 1 miljoen per jaar verdient, dan gaat niemand meer studeren voor open hartchirurg. En daar ligt de fout van het communisme. Iedereen evenveel betaald krijgt, is... Dat is tenminste mijn mening, hè? Die mag je mee eens zijn of niet? Daar ligt de fout van het communisme. Je krijgt geen specialisatie meer. Iedereen, waarom zou je nog een opleiding nemen als je toch uiteindelijk evenveel betaald krijgt? En wat linkse mensen ook bijvoorbeeld willen, linkse mensen willen gelijke kansen. Die willen sowieso uitkeringen. Dus op het moment, denk niet te veel aan het extreem, maar ze willen wel geld, de rijken moeten geld inleveren. Zodat de armen zonder baan bijvoorbeeld een beter leven hebben. Dat is zeker een links iets. Denk aan een uitkering. Sommige mensen kunnen niet werken of hebben gewoon geen werk. En die krijgen dan een uitkering, dat is een heel links iets. En wat is daar tegenovergestelde van? De rechtse mensen. En de rechtse mensen vinden het eigenlijk niet. Die vinden, als jij geen werk hebt, dikke lul, dat is dan het extreemste. Of die willen gewoon uitkering omlaag. Momenteel in Nederland willen de rechtse mensen willen eigenlijk minder uitkeringen. En de linkse mensen willen juist meer uitkeringen. Zo kun je het ongeveer zien. Of ja, de rechtse mensen willen rijken moeten minder belasting betalen. Linkse mensen willen rijken moeten meer belasting betalen. En de armen minder. Daar komt het ongeveer op neer, wat ik nu trouwens aan het doen ben, is iedere keer dit doen. Wat vind ik daarvan? Nou, ik ben het met beide ben ik het een beetje eens. En hoe werkt dat dan? Nou, ik ben het heel erg... Ik vind opleidingen, zoals studiefinanciering, is iets. Is een link... Ah, damn it! What the fuck? Verdrink opeens. Ah, oh, nou moet ik de derde rond nog een keer doen. Fucking shit. Studiefinanciering is een heel links iets. En ik vind dat heel belangrijk. Ik vind dat ieder persoon op deze wereld heeft een even... Ik vind dat mensen niet moeten gaan studeren. Dat geen reden moet zijn dat je niet gaat studeren omdat je geen geld hebt. Omdat je echt helemaal niks krijgt. En studiefinanciering in de vorm van lening vind ik dan bijvoorbeeld goed. Dat de overheid zegt, nou als jij een dure opleiding wil doen waardoor je later een betere baan kan nemen, mag dat. En dan lenen wij jou, zonder dat je het amper rente op betaalt, willen wij dat bedrag aan je lenen. Vind ik hartstikke goed. En volgens rechtse mensen, of tenminste in het algemene recht, zou dat dus niet mogen. Dat is niet goed. Daar ben ik het dan wel mee eens, alleen ik vind uitkeringen vind ik inderdaad dat er minder mee gedaan moet worden. Als je nou een goede reden hebt, als jij nou een been mist of zo, oké. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben een uitkering en als je kijkt wat je achter de kassa verdient, is bijna niet veel meer dan een uitkering. En die stacken niet met elkaar, die stapelen niet op. Je kan niet en een uitkering hebben en bij de FOMA werken, zeg maar. Dus sommige, echt, er zijn ook heel veel mensen die gewoon lui zijn. Zie je wel eens van die documentaires, zijn gewoon lui en daarom werken ze niet. Gewoon omdat ze lui zijn, is het van ja, als ik ga werken verdien ik net iets meer. Dan lig ik liever de hele dag thuis, ga ik tv kijken. Dat is van mensen, vind ik niet, dat die geld, die verdienen geen geld. Dus in het opzicht van onderwijs, studiefinanciering bijvoorbeeld, ben ik heel erg links. Ik vind dat iedereen een studiefinanciering verdient. Studie is belangrijk. En dat natuurlijk is het heel logisch om te zeggen, ja, je bent een student, tuurlijk vind je dat. Dat kun je vinden. Maar ook al, ik ga proberen, ik ben momenteel flink aan het sparen. Ik heb heel lang een krantenwijk gehad, daar ben ik flink van aan het sparen. Ik zet zelfs van mijn YouTube-centjes zet ik maandelijks een klein bedrag weg. Om te sparen, ja. Ik ben niet zo'n hele erge big spender. Ik geef minder geld uit dan je zou denken waarschijnlijk. En een deel van mijn YouTube-centjes gaan op een spaarrekening voor mijn studie. Want ik wil proberen een groot deel zelf te betalen. Gewoon in het algemeen niet te lenen. Gewoon omdat ik de gedachte van lenen niet fijn vind. Ik denk dat de meeste mensen... Als het niet hoeft, dan doe je het liever ook niet, hè, lenen. Dus dat ben ik dan weer. Oh god, ik wil niet nog een keer dood. Dat maar niet, alsjeblieft. En waarom gaat hij niet dood, lul? Wat de? Hij zit wel lekker lang, dat wel. En hij gaat weer staan. Verdomme, Patrick. Dus ja, dat is wat ik wil vertellen over links en rechts. Nou, heb je wat geleerd misschien? Dit krijg je in de vijfde, tenminste bij de zesde als je mij bent. CPWO in HAVO krijg je dat waarschijnlijk ook in de vijfde. Misschien weet je het. En waarom gaat Geert Wilders dan zo erg met het extreem rechtse? Ik denk... in het algemeen, heel veel mensen hebben zo'n beeld, tenminste van die PVV-stemmers, hè. Die hebben zo'n beeld van, oh, komen allemaal buitenlanders naar Nederland en wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze gewoon een beetje een uitkering trekken, weet je wel. En rechtse mensen willen geen uitkering trekken, dus wil je geen buitenlanders. Dat was mijn conclusie die ik vandaag trok. Geen idee, maar iets van een flikker van klopt. Dus ja, in ieder geval... Oh nee, niet die doodvallen, spons op. Niet nog een keer. We hebben al genoeg bullshit heen laten gaan vanmiddag. Nou, net eigenlijk. Yay, we hebben gewonnen!
Ja, hopelijk heb je nu iets geleerd over links en rechts en hopelijk vond je het interessant. Ik vind het altijd wel interessant, politiek en dat soort punten. I never thought I'd say this, SpongeBob, but I owe you big time. Thanks, Sandy. We'd still be popsicles if it wasn't for her. Ja. Aw, shucks. You fillers are gonna make me blush. I think I have fudge in my pants. Wat? Wat heb je in je broek gedaan? Hij zei bla 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 in my pants. Oké, SpongeBob, jij wel. Jij partijen die zijn links, rechts en heb jij nog iets progressief of conservatief? I'm sorry, Plankton. The Chum Bucket Lab is knocked up tight. I don't know if I'll ever get enough gold. Yes, it's the Chum Bucket Security System. Okay. I designed it myself. It makes me so proud. Okay. Dus Plankton kan de krab niet meer in, of de maat helemaal niet meer in. So what are you gonna do, Plankton? We, of course, meaning you. You are going to have to get out there and get these golden spatulas. What was that? Oké, nou, in ieder geval, we gaan even gaan met opblaasmaatje praten voor onze nieuwe power. Bla 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 lucht! Hier is SpongeBob's Droom, de video die jullie allemaal kennen van de XSL gameplay, als je die gezien hebt. En anders dan kun je even wachten tot ik bij SpongeBob's Droom ben. Hij komt wel zelf aan bod. Dat is één ding. Dat is even gauw hier een gouden onderbroekje pakken. Je hebt conservatieve partijen en progressieve partijen. Progressieve partijen die willen zoveel mogelijk veranderen. Yay, change the world, motherfuckers. En conservatieve partijen willen alles zoveel mogelijk behouden zoals het is. Of sommigen willen zelfs terugdraaien. Zoals ik heb al een eerder keer in een video gepraat over de SGP die in principe abortus willen afschaffen. Terwijl dat juist heel erg een revolutie was. Van hey, vrouw, je bent je baas je eigen buik. Als jij zwanger bent mag je zelf weten of je die baby houdt. En dat mag niemand anders voor jou bepalen. Baas in eigen buik protesten en shit. En ja, de conservatieven, sommigen zelfs willen dat dus gewoon terugdraaien. Die willen gewoon dat soort dingen weer afpakken. Hey, die zouden homohuwelijk, ja, nee. Ja, je kan het doen, homohuwelijk, maar je kan het ook gewoon, zeg maar, niet doen. Dat is ongeveer de mening van de conservatieven. Denk je niet meteen dat als je SGP stemt met je homo's haat of zo. Zo werkt het ongeveer net niet. Oh, nou, in ieder geval, de prullenbakbeweging zit een sok achter. Daar ging het even om. Wat ik nu eigenlijk wil doen, is ik heb deze nieuwe power. Deze. Woehoe! Die. En daar kan ik iets leuks mee doen. Nou, mijn krab is helemaal in de zeik, want er zitten dingen in zijn... Oké, er zijn nog twee spatels hier te doen. Investatie in een krokante krab en nog eentje. Nou, laten we eerst even nog eentje gaan doen, zoals ik die noem. Dat is hier namelijk. Investatie in een krokante krab staat volgens mij onder de XSO gameplay. Daar begon ik mee. Maakt niet uit, we gaan eerst even gauw de maatemmer in. En daar zie je de eindbaas van de game eigenlijk. Bla 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 bla. Ik heb echt geen zin in tekst. Dat is de eindbaas van de game hier. Dat is eigenlijk Robot SpongeBob. 75 spatels van de 100 die in de game zitten. Hier is het menu. Ik dacht je daar aan wat aan kon veranderen, maar dat valt dus tegen. Ze hebben de maatemmer chili, de maatemmer taart, de maatemmer shake, de maatemmer patat en de maatemmer burger. Oké, wat een kut menu. Wat een kut menu. Logisch dat er niemand is, Plankton. Ja, logisch. Hier zit een super geheime spatel. Ik vind deze best wel goed verstopt eigenlijk. Ladam! Dat was de andere spatel die ik nog zag liggen in bikinibroek. Moet ik nu de grond aanraken en heb ik hem dan? Nee. Ik zie wel de schaduw hier. Zo zou de schaduw niet moeten werken, man. Als hij beweegt. Dan zou de schaduw ook moeten bewegen. En je hebt dus ook hele progressieve partijen die juist zouden zeggen van... Hé, hey, hier met het homohuwelijk en dit en dat. En legaliseren alle harddrugs, joh. Waarom niet? Voor mij is dat geen standpunt van een partij. En dan heb je dus een hele mooie tabel met partijen die links zijn, rechts zijn. En dan, dat is de x-as en de y-as. Helemaal hoe linkser zijn en hoe rechts op de kaart zijn, maar hoe rechts ze zijn. En als ze dan omhoog gaan, dan zijn ze progressief. En als ze naar beneden gaan, zijn ze de andere. Die ene andere die ik net opnoemde, conservatief. En wie zit er helemaal bovenaan progressief te zijn? Precies in het midden. D66, dat is mijn partij. Daar ga ik ook op stemmen dit jaar. Dit is het eerste jaar dat ik mag stemmen. En dan ga ik stemmen op D66. Om die redenen. Ze zijn progressief. Maar ze zijn niet per se links of rechts. Want ik ben inderdaad zelf ook. Zowel links als rechts. Ik vind beide ideeën goede standpunten hebben. Kijk, dit is de eerste wereld. Deze. Jellyfish Fields. Ik wil eerst even hier gauw met de krabdingers doen. Dat was de hele video zo'n beetje bezig met die bossfight en het uitleggen van links en rechts. Ach, je hebt wat geleerd en dat is ook wel eens leuk. Terwijl je naar een leuke gameplay kijkt, leer je ook nog eens wat. Nou, we gaan even gauw dit doen. Kut robot. Ik zei kut robot, dan moet je luisteren. Dan moet je weten dat je niet goed bezig bent, hoor vriend. Dan moet je weten, wanneer het te ver gaat. Oh, een onderbroek. Wat in principe even een probleem is bitches. Oh nee, deze fan meneer. Oh man.
Oké, want ik heb iets wil is die machine daar kapot maken. Als ik helemaal die machine kapot heb, dan is het redelijk allemaal onder controle. Damn it. Daar ben ik echt fucking paal voor. Ja, die machine gaat zo meteen een nieuwe raket gooien, meneer Spawn. En dan is niemand gelukkig. Zelfs ik niet. Dus ja, hopelijk heb je nu een beetje je mindset over politiek. Weet je tenminste wat links en rechts is als je die woorden nog een keer voorbij ziet komen. Ik wist gewoon helemaal niet wat het betekent. En dan zie je van, oh, het zal wel. Het zal wel. Ja, nu weet jij misschien ook wat. En als je het al wist, hopelijk vond je mijn uitleg interessant. Ja. Ja, ik snap nog steeds die communisten trouwens niet. Het idee is leuk, weet je. Iedereen is gelijk, iedereen heeft evenveel geld, iedereen is gelukkig. Maar het werkt gewoon niet. Of ben ik nou zo geraar dat ik dat vind? Is het niet logisch dat het niet gaat werken? Ik vond namelijk best wel logisch dat het niet ging werken namelijk. Ja, mijn mening. Ja. Oké, even kijken. Als het goed is lopen nog wat van die kleine pikkies rond hier en daar. Met een nadruk op kleine. Met een nadruk op pikkies. En daar is weer een door. Yay, you've destroyed all of the robots. Go and see Mr. Krabs for your reward. Je hebt hier allemaal dingen die je kapot kan slaan. En als het goed is, als je allemaal kapot hebt, krijg je helemaal niks. Meestal is het wel, oh, dan krijg je een sok of zo. Als je echt alles kapot slaat to the max. Maar nee, gewoon niet. Ik heb overigens nooit alle sokken in bikini broek gevonden. Dus misschien krijg je wel een sok, weet jij veel. Weet jij veel, manneke. Alsof jij maar weet wat er goed voor je is. Ben ik ding kapot? Nee, dat is gewoon een klok, Rick. Is er dan een kraai in? Zit daar niet een sok in of zo? Ik zie helemaal niks. Ja, oké, dat. Nee, dat ook niet. Ik vind het maar een beetje raar, hoor. Ik heb echt het gevoel dat die ergens een sok te verdienen valt. Dat gevoel heb ik gewoon. Oh, ik heb wel de kassa open gekregen. Er zit allemaal geld in. Jee, ik ben dol op geld. Joepie. Hier kun je deze saus kapot slaan. Ah, lol. Condiamond Island. Wow, wat een mooie woordspeling. Wow. Volgende aflevering gaan we in ieder geval verder met wat spateltjes halen. We moeten op het strand namelijk nog één spatel halen. En in Downtown Bikini Bottom heb ik in de eerste vier werelden Bikini Broek, kwalvisvelden, de stad en het strand heb ik over al die werelden alle spatels. Het ziet er gewoon mooi uit, weet je wel. Ziet er mooi uit. In principe is het strand. Oh ja, en heb je daarna nog die andere wereld. Heb ik misschien vijf werelden. Helemaal clear. Behalve de sokken dan. Want ik heb in geen enkele wereld alle sokken. Fuck de sokken. Hier, dan heb je dit. Allemaal goud. Dan wordt dit allemaal. Oh, dit is helemaal goud. Deze wordt ook allemaal goud. En deze wordt ook helemaal goud. Dat gaan we de volgende aflevering aan werken. En daarna gaan we nemen gewoon verder met de rock bottom. De steenbroek. We gaan kijken naar deze aflevering. Laat even achter wat jij vindt over links en rechts. En wat is jouw mening daarover? En wat vind je daarvan? Dan ga ik de volgende aflevering met jullie praten over mijn jeugdheld, Bob Ross. Waarschijnlijk ken je Bob Ross, dat heb je vast wel een keer zien langskomen als je wel eens op 9gag zit op al die sites. Ik hou van die man. Dus ja, volgende aflevering verklaar ik de liefde aan Bob Ross. Eigenlijk heb ik dat net al gedaan, maar dan ga ik het onderbouwen en zo. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Tot de volgende aflevering. Vergeet hem niet te liken, dan help je me gigantisch. Wow! Zo, wat help je me daarmee? Haha, nu moet je wel liken, want in deze aflevering mag ik geluidjes maken, deed ik. Tot de volgende aflevering. Doei!